In 1611 liet een rijke koopman hier op nummer 9 een huis bouwen. Omdat de zaken zich voorspoedig bleven ontwikkelen, zette hij in 1631 een verdieping op het pand en kreeg de woning de allure van een echt koopmanshuis. Omdat hij iedereen wilde laten zien hoe goed het hem wel ging, versierde hij de gevel uitbundig met ornamenten in Hollandse renaissance-stijl, aangevuld met passende spreuken. Het charmante, moderne borstbeeld hoog op de gevel is van Yvette, de dochter van de huidige eigenaar van het pand. Oorspronkelijk stond hier een beeld van prins Maurits, maar dat is gestolen tijdens een restauratie.